Dus die man had een vermogen van 63 miljard. Ja? 63 miljard. Dat is zo verschrikkelijk veel. 63.000 keer 1 miljoen. Dan kun je niet voorstellen hoeveel dat is. Nou, dat is echt een heleboel. Een heleboel? Ga maar eens 63.000 minuten op de bus gaan wachten. Zo. Ja, dat keer 1 miljoen, hè? Ja, dan sta je wel de hele dag op de bus te wachten, denk ik. Guus, hou heel even je bek. Ja. Dus die man, die had alles wat zijn hartje begeert. Want 63 miljard, dat krijg je van je levensdagen niet meer op, hè? Nee. Maar van de ene op de andere dag... die kanker. Nee. Ja. Dat meen je niet. Ja. Zit je dan, hè, met al je poen? Met alles wat je hartje begeert. Dus wat doet hij? Hij gaat naar de dokter. Hij zegt, dokter, luister, dokter. Ik ben een vermogen man. Ik heb een vermogen van 63 miljard. Hij zegt, je mag samen voor me hebben. Als je me maar geneest. Ja, dat snap ik al. Ja. Ja. Dat snap ik ook wel. Want dan is het allemaal in één keer een stuk minder waard. Op zo'n moment. Al je poen. Wat ik wil zeggen, jongens. Als je moet kiezen tussen een vermogen van 63 miljard... Ja. of je gezondheid... Ja? Oh, snap je? Zeker. Ja, natuurlijk. Ja, geef mij maar 63 miljard. Ik hoef geen kanker. Ja, jij snapt het. Ja. Hij snapt het.